Prins Bernhard, die had, het was zo heet die dag, die had slaap. En die zat zo vlak voor me, zoals als jij nou zit. En ik zie hem gaan en hij kijkt mij nog aan. Ik zeg, wakker blijven, wakker. Daarna werd ik geroepen door de adjudant. En die zei van, mevrouw Heemskerk, wil u even naar de prins komen? Zegt Tjerk. Hij zegt, u heeft mij gered. U heeft mij gered, mevrouw. Gelukkig, hij zegt, maar het was zo. Hij zegt, ik heb heel de week al vergaderd. Ik zeg, niemand neemt het u kwalijk genoeg uit. Het is allemaal goed gegaan. U bent wakker gebleven. Ik wist helemaal niet dat jullie zouden komen. En daar ben ik zo blij om. Want natuurlijk heb ik ooit wel één keer teruggekeken. Maar dan ben je het kwijt. En dan zie je helemaal nooit meer wat je zelf gedaan hebt. En daar heb ik nu alle tijd voor. Ik heb ook gezongen toen koningin Juliana wegging. En toen haalde ik de voorparine van het AD. Koningin. Ik was een echte BN'er. En niet alleen in Nederland, want als ik naar Italië reisde met mijn familie, dan onderweg, dan zei ze, jij bent een Renaat. Dacht ik, goh, hoe weten ze dat, hè? Maar nou ja, dat vond ik helemaal niet vervelend of naar. Ik vond het ook leuk en fijn dat ze naar me keken en luisterden. Daar was ik blij mee. Dan was ik nog maar bezig. Heel erg ben ik dat mee. Want ik moest abrupt ophouden. Omdat ik nooit wist hoe het kwam. Als ik daar op die bühne van de doelen stond. Of ergens anders in een grote zaal. Dat die stem ging stokken. Nou, toen ben ik onderzocht. En een internist zei, mevrouw, het is uw schildklier die je doet. En die beheerst je hele leven. Je hele doen van leven. Ik kon dus niet meer gaan uitvoeren. En dat was heel jammer en ik was er eigenlijk heel boos om. Ik ben toen gevraagd, en dat was enig, om dirigente te worden. Want in mijn opleiding was mijn bijvak piano, dus ik kon het die koren en die ensembles instuderen. En daar had ik ontzettend veel plezier van. Want toen zat ik toch nog in de muziek. En dat heb ik tot mijn 80ste gedaan.